Pia, het is bijna kerst. Je kunt aan de kerstman vertellen wat je wilt, maar ik heb niets meer te wensen. Mijn enige wens was een huisdier en nu heb ik jou. Je bent zo zacht en schattig. Oh, ik kan je wel de hele dag knuffelen en zoenen. Hanna, zeg ik, wil je wat vragen? Hanna, wat doe je dan met Pia? Hoe bedoel je, Emma? Pia en ik knuffelen gewoon en ik gaf haar een pakkert. Oh, oké, ik dacht dat je haar beet. Ik wilde vragen of je met mij samen een verlanglijstje voor de kerstman wilt schrijven. Een verlanglijstje? Voor de kerstman? Maar ik heb niets meer te wensen. Hoewel, misschien een tweede konijn zoals Pia, zodat Pia een vriendin heeft. Oké, ik ga pen en papier en dan kun jij alles opschrijven. Ik kan jou nog niet schrijven. Ik moet goed nadenken wat er allemaal op het lijstje moet. Zoveel ideeën. Ik hoop dat Hanna alles kan opschrijven wat ik wens, zodat de kerstman het begrijpt. Emma, waar ga je naartoe met al die spullen? Je ziet zo niets. Oh, nu is alles gevallen. Mama, dat is pen en papier van het verlanglijstje voor de kerstman. Hanna schrijft alles op wat we graag willen hebben. Oh, dat is een goed idee. Ik breng alles wel naar boven dan. Niet dat je me nog valt op de trap. Ik ben eens benieuwd wat de kinderen zich wensen. Hun kennende zijn ze mega creatief. Ik wens me... heel veel. Oh, mama, wil je ook iets vragen van de kerstman? Zal ik jouw wensen ook opschrijven? Nee hoor, ik breng enkel pen en papier mee, zodat jullie kunnen beginnen. Leg het allemaal neer en dan hebben we rust nodig. Dit kan wel even duren. Oké, ik ben dan beneden. En vergeet niet op te schrijven dat jullie heel braaf zijn geweest, oké? Krijgen jullie misschien iets extra's? Ja, mama, doen we. Zo, Pia, jij gaat terug in je hok. Jij kunt jou niet schrijven, anders kon je me helpen. Oké, Emma, waarmee beginnen we? Je kunt eerst jouw wens opschrijven voor een tweede konijntje. Daar beginnen we mee. Oké, ik ben Hanna en ik ben superbraaf. Ik wil graag een tweede konijntje. Oma heb ik het al gevraagd en zij wilde die niet geven. De kerstman misschien wel. Zo, dat was mijn wens. En nu komt de jouwe, Emma. Wat wil ik hebben? Dat is niet zo makkelijk. Ik moet nog beslissen. Ik wil graag een pony. En ik wens een hond. En dan wens ik me nog een hoogslaper zoals die van Hanna. Met een roze ladder en bloemen. En ik wil graag een eigen huisdier. Geen konijntje, maar een cavia met een hok. En ik wens heel veel boeken, net zoals deze bijvoorbeeld. En boeken om te kleuren. Kleurboeken, ja. En ik wil graag een tapijt voor mijn kamer. Wow, Emma, dat zijn veel wensen. Ik heb alles opgeschreven. Maar een aantal dingen kun je ook gewoon van mij lenen. Die boeken mag je lenen als je wil. Het gaat toch om mijn wensen, om wat ik wil. De kerstman moet het geven, niet jij. Oké, we gaan verder. Ik wil een radio, waar muziek uitkomt, zodat ik kan dansen. Verder wil ik een laptop, zodat ik altijd mijn filmpjes kan kijken en tekenfilms. En dan wil ik nog een bureaustoel. Een bureau, die heb ik later nodig voor school. En ik wil lange haren voor de kerstman, zodat ik een staart kan maken, net als jij, Anna. Ik weet niet of de kerstman je lange haren kan geven. Daarbij heb je echt veel wensen. Je weet straks niet wat je het belangrijkste vindt. Je hebt echt al veel. Maar als jij dat wilt, schrijf ik alles op. Kijk, we hebben al twee kantjes vol. Maar ik ben nog niet klaar met mijn lijstje. Kom mee, Anna. Oh, ik geloof dat Emma op dreef raakt. Ja, kom. Wat ik in ieder geval ook nodig heb, is zo'n spiegel, zodat ik altijd weet hoe ik eruit zie. We gaan naar Julians kamer. Daar is vast ook nog iets wat ik echt moet hebben. Oh, zo'n tablet bijvoorbeeld. Dat is leuk. Daar kun je ook in bed gamen als je wilt. Oh, een smartphone wil ik ook, zodat ik mama kan bellen als ik onderweg ben. Hey, zeg hallo. Wat moet dat hier? Heb ik jullie zonder het te weten uitgenodigd? Oh, Julian, we maken een lijst voor de kerstman met al onze kerstwensen. Aha. Kijk maar, Julian. Emma heeft flink overdreven. Drie kantjes vol en maar één wens is van mij. De rest is van Emma. Wow. Hoeveel is dat? Drie kantjes? Wow, man. Zoveel wil ik ook wel. Oh, Julian, doe toch niet alsof je het kunt lezen. Van waar jij staat zijn de letters op de kop. Dat maakt toch niet uit of ik het wel of niet kan lezen. Ik kan een paar woordjes lezen, dan niet alles, maar... Oh, maar je kunt me ook iets opschrijven. Een snowboard, alsjeblieft.
Oh, dat wil ik ook een snowboard. Ik weet wel niet wat het is, maar dat wil ik ook hebben. Oké, duidelijk, dat komt erbij. Julian wil graag een skateboard. Een snowboard. En Emma ook. Ik weet nog iets. Dat heb ik laatst gezien. Zo'n crossmotor. Daarmee kan ik dan racen. Oh, dat zou super zijn. Kinderen, maken jullie klaar voor bed? Het is al laat. Oké, crossmotor heb ik ook opgeschreven. Wil je daar dan direct een rijbewijs bij? Ja, waarom niet? Hoorde je dit? Mama riep ons. Laten we morgen verder gaan. Ik neem de lijst mee naar mijn kamer. Als jullie nog iets invalt, kom maar langs. Maar eerst slapen. Tot morgen. Hey, pst, pst. Hanna, Hanna, ben je wakker? Hey, of je me nog iets in voor kerst? Oh, Julian, wat wil je? Het is midden in de nacht. Waarom slaap je niet? Hey, ja, ik had nog zoiets gezien. Er is zo'n nieuwe box, zo met allerlei PlayStation-spellen. En er zit nog zo'n klassieke Super Mario bij. Die wil ik ook echt heel graag. Oh ja, dat wil ik ook. Ik heb ook nog een paar andere wensen die je kunt opschrijven, Hanna. Hoor je me wel? Hallo? Uit mijn kamer, ik wil slapen. Alsof de kerstman jullie dat allemaal gaat geven. Hij is geen miljonair en jullie zijn niet zo braaf.